Ik denk dat, ja, excuus jongens, dat was mijn fout. Ik wil het tweede gedeelte beginnen met een stukje uit de Bijbel te lezen, een kort gebed te doen. En dan gaan we gauw weer verder zingen. Het gedeelte dat ik met jullie wil lezen is uit 1 Korinthe 15. Dat gaat over dat Paulus in onderwijs geeft over de opstanding van Christus en hoe fundamenteel de opstanding van Christus is voor het christelijk geloof, voor het leven hier en nu en voor de eeuwige toekomst die wacht. Om het met de woorden van Francis Chan te zeggen, het eeuwigheidsperspectief wat een christen heeft. Nou, dat is een heel lang hoofdstuk. Ik lees er maar een paar versen uit. Vers 53, laat ik daarmee beginnen. Want dit vergankelijke moet zich met onvergankelijkheid bekleden. En dit sterfelijke moet zich met onsterfelijkheid bekleden. En wanneer dit vergankelijke zich met onvergankelijkheid bekleed zal hebben, en dit sterfelijke zich met onsterfelijkheid bekleed zal hebben, dan zal het woord geschieden dat geschreven staat: de dood is verslonden tot overwinning. En daarom zingen. Misschien heb je dat vanavond wel een beetje apart gevonden. Het begon natuurlijk best wel, nou, misschien heb je het begin best wel een beetje vreemd gevonden, omdat het over Rodé ging en Chris. En nou, dacht je een avond heerlijk lofliederen te zingen, dan krijg je zo'n, ja, zo'n mineur, zeg maar. Ik hoop dat je, als we nu ook zo 1 Korinthe 15 lezen, dat je dat dan, dat die twee kanten, wat volgens mij juist ook typerend is voor het christenleven hier en nu, de werkelijkheid zoals die is, het leven is kort, het is broos, het is kwetsbaar, dat je dat aan de ene kant hebt en aan de andere kant dat je lofzang niet verstomt. En voordat ik verder lees, nog iets. Ik sprak net in de pauze twee mensen die vanmiddag bij de begrafenisdienst waren van Rodé. En die vertelden dat ook. Te midden van de intense pijn, te midden van het ongelooflijke verdriet, en de grote vraag, vooral het roemen in de genade van de Heer Jezus Christus. Dat is een mooi getuigenis. Een mooi getuigenis. En daarom, omdat dat zo is, dankzij Christus, zeggen we: dood, waar is uw prikkel? Graf, waar is uw overwinning? De prikkel nu van de dood is de zonde en de kracht van de zonde is de wet. Maar God zij dank, die ons de overwinning geeft door onze Heer Jezus Christus. Daarom, mijn geliefde broeders, wees standvastig, onwankelbaar, altijd overvloedig in het werk van de Heere, in de wetenschap dat uw inspanning niet te vergeefs is in de Heere. Laten we God danken en dan gauw verder zingen. Heere God, dank u wel voor zulke woorden. Als we nou net ook hoorden dat er vanmiddag heel concreet in het graf gekeken is. En waarschijnlijk begin volgende week bij het graf van Chris in het graf gekeken wordt. Ja, dat als het over de dood gaat, we misschien zelf onze eigen herinneringen wel weer hebben. Aan korter of langere tijd geleden, dat iemand die ons zeer dierbaar was, we de kist moesten laten zakken. En Heer, als we dan met tranen in onze ogen of met tranen in ons hart dat zien gebeuren, een brok in onze keel hebben en alles behalve in de mood zijn om te zingen, dan klinkt het bij ieder graf van iedere gelovige dat hij of zij in de Heer ontslapen is. En Heer, wat is het dan ontzagwekkend belangwekkend dat we, zolang we het leven hebben, weten dat we geborgen zijn in het bloed van het Lam. En ook een getuigenis hebben naar de mensen om ons heen. Dat als straks de dag komt dat wij in die kist liggen, dat dan niet de grote vraag is: waar is ze? Of waar is hij? En dat we tegen elkaar moeten zeggen: het oordeel is aan de Heere. Maar wat is dat jammer, in de zin dat we het niet kunnen meezeggen dat hij of zij, en dan in dat geval gaat het over onszelf, dat ons leven niet een levend getuigenis was, dat we het moesten hebben van dat bloed van het Lam, omdat we zo beseften dat we gebroken en zondig zijn en niet zonder hem kunnen. En dat we met al ons lek en gebrek iedere dag weer opnieuw de toevlucht bij u hebben gezocht. Heere, geef dat dat het getuigenis mag zijn van ons als mensen, zoals we hier vanavond in Zeist zijn. Dan is ons leven niet zinloos, maar dan stopt ons leven tegelijkertijd ook nooit meer. Dan is de dood een doorgang tot het eeuwige leven. Heere, wilt u ons bemoedigen, ook als we nog een paar liederen gaan zingen. Heere, sterk ons hart, sterk ons geloof als er geloof is. En wakker ons aan als we nog vol ongeloof zitten. Werk met uw geest krachtig door in onze harten en levens. En Heere, tot besluit willen we bidden voor iedereen die rouw en verdriet kent.
De families die genoemd zijn. Wees nabij. Wees nabij. En voor iedereen wiens pijn en lijden vanavond helemaal niet genoemd is. Maar het er wel zeker is. Heere, wees dichtbij. Zoals u alleen heel dichtbij kunt zijn. Om Jezus wil. Amen. Oh. We gaan twee liederen zingen. Misschien vind je ze allebei een beetje onbekend. Ik denk wel dat het de laatste onbekende liederen zijn die er nog staan. Het ene lied is Loof God met alle krachten. Volgens mij hebben we dat 1,5 jaar geleden hier op de Zinkering gezongen. Loof God met alle krachten. Ik zie niet heel veel herkenning in jullie gezichten. Nou, dat wordt een uitdaging, dames. Zet het maar goed gas op bij die dames, want anders kunnen we de melodie niet. En Hosanna in de Hoge. Ja, iets meer, als ik jullie oogjes moet geloven. Nou, gewoon heel hard voorzingen. En na 1 coupletje, dan zingen wij heel hard mee. Zullen we dat staan doen?
Dat was sneller afgelopen dan we dachten, hè? En ook dan jij dacht, of niet? Jij wist dat we nu gingen stoppen? Ik dacht dat er nog eentje kwam. Wat ga je doen dan? Zullen we nog een keertje doen? Doe gewoon nog een keer. Ga ik gauw even door, iemand. Blijf vinden dat hij te snel afgelopen is. Maar goed, nu gaan we gewoon maar door. Ik wil 2 versen met jullie lezen. Daarna zet ik jullie even aan de slag. En dan moet je me wel beloven dat je probeert te doen wat ik van je vraag. Dit klinkt raar, maar dat leg ik zo wel uit. En daarna gaan we weer verder zingen. En wat ik dan bedoel met wat jullie zo te moeten gaan doen, dat zeg ik dan zo meteen wel. Laten we eerst maar kijken wat de Heer Jezus hier zegt. En wat zegt de Heer Jezus in Johannes 11? Daar gaat het over de dood van Lazarus. En iedereen denkt, hij is te laat. Was Jezus erbij geweest, had hij de dood kunnen voorkomen. Maar als je denkt dat je, als je zegt dat je Jezus nodig hebt, dan is hij er niet. En hij komt veel te laat aan. En de Heer Jezus is in gesprek met Martha en dan zegt hij in vers 25... Jezus zegt tegen haar, dus tegen Martha... Ik ben de opstanding en het leven. Wie in mij gelooft, zal leven, ook al was hij of zij gestorven. En ieder die leeft... Hoor je dat? Dat ben jij toch? Je bent in ieder geval iemand die nu leeft. De adem gaat door deze kerkgebouw heen van je. En ieder die leeft... En in mij gelooft. Dat is dan de vraag 2. Geldt dat ook voor jou? Geloof je echt de Heer in de Heer Jezus? Die zal niet sterven in eeuwigheid. Als dan het moment komt van sterven, omdat de Heer Jezus nog niet is teruggekomen, dan is dat sterven niet een doodgaan in de zin van voor eeuwig buiten. Buiten Christus, maar dan is dat een doorgang tot de eeuwigheid. Zal niet sterven in eeuwigheid. En wat Jezus vraagt, is dit. Geloof je dat? Martha... Ik ben de opstanding en het leven. Als je in mij gelooft, zelfs als je sterft, dan zul je leven voor eeuwig. En het raakte me wat Tobias zei in zijn getuigenis over dat het soms in de kerk wel eens een beetje ingewikkeld kan worden. Van hoe kom je nou tot geloof en wat is nou wel belangrijk en niet belangrijk. Nou, daar kunnen we een avond over bomen. Maar laten we het nou eens gewoon heel terug, en dat zei Tobias in zijn getuigenis ook al, teruggaan naar de woorden van Jezus. En dat wil ik je meegeven om dat even in tweetallen met elkaar te bespreken. Die vraag. Geloof je dat? Dat is natuurlijk een enge vraag. Tobias heeft er antwoord op gegeven. Die heeft erover verteld dat hij dat geloven mag. Dat de woorden van Jezus waar zijn, ook voor hem persoonlijk. Ik zou je eens willen vragen, en ik realiseer me dat dat super persoonlijk is. En je kwam hier om te zingen. Niet om een getuigenis te geven. Maar ik vraag het je toch. Oh, ik denk dat ik 3-4 minuten daar op die stoel ga zitten. Ik ga even met Tom praten. Ook over deze vraag. Tom, gaan wij zo doen. En dan moeten jullie dat ook doen. En het wordt natuurlijk helemaal lastig als er een onbekende naast je zit. Maar wel even doen. En als je het gesprek aanknoopt, zo met links of rechts. Check even of iedereen een gesprekspartner heeft. Ik zou het erg vervelend vinden als we de aankomende 3-4 minuten in tweetallen even deze vraag beantwoorden. Geloof jij deze woorden van Jezus? Ja. Of nee, en als nee is, waarom niet? En ja, wat heb je dan in die woorden van Jezus gevonden? Even in een paar minuten delen.
En zorg ervoor dat niet iemand aan de zijkant buiten valt. Dan moet je even een gesprekje met z'n drieën voeren. Ja, dat is echt belangrijk, want ik zou het echt verschrikkelijk vinden als ik overal tweetalletjes nu zie ontstaan en dat er een paar mensen op de hoeken of midden in de gangpad een beetje in zijn eentje met de telefoon zitten spelen. Dat is niet de bedoeling. Iedereen moet aan de slag met deze vraag van Jezus. Geloof je dat? Ga maar even aan de gang. En ik geef wel weer een kick als de muziekteam moet spelen. En dan gaan we op Psalm 95. En daar is kracht, wonderbare kracht in het dierbaar bloed van het lam gaan we dan zingen. Maar eerst even praten met elkaar. Geloof jij de woorden van Jezus? Waarom wel? Waarom niet? Dat jullie een beginnetje hebben gemaakt van echte goede gesprekken. En dat je die vraag van Jezus, geloof je dat? Dat je daar een antwoord hebt gevonden in je leven. Antwoord hebt gegeven aan elkaar. Misschien als we strakjes na de avond buiten een beetje staan af te koelen. Dat je het gesprek nog eens even door kan voeren.
Zal wel mooi zijn. Je zag net een linkje op de beamer staan. Als je zegt van, als rond een uur of half elf de avond is afgelopen, dan wil ik nog wel eventjes een poosje door. Ik ben nog lang niet moe. Doe dan even een lied. Stel je vraag.nk even een lied insturen. Dan weet Tom waar hij mee aan de slag mag strakjes. Maar we zijn nog niet helemaal aan het einde. We hebben nog twee prachtige liederen. Nu in ieder geval. En ik heb zo ook nog wel twee mooie liederen. Dus gaan we beginnen.
over leven gesproken en eeuwigheidsperspectief. Dat is een woord lastig met scrabbelen, maar fundamenteel voor je christenleven. Toekomst in het vizier dankzij Christus. Ja, dan kan Openbaringen 21, die Francis Chan in dat filmpje ook al aan, dat kan natuurlijk niet ontbreken. Ik wil je daar een paar versen van lezen en dan gaan we ervan zingen. Openbaringen 21 vers 9 en 10, daar staat dit. En een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, vol van de zeven laatste plagen, kwam naar mij toe en hij sprak met mij en zei: kom, ik zal u de bruid, de vrouw van het lam, laten zien. En hij voerde mij weg in de geest op een grote en hoge berg en hij liet me de grote stad zien. Het heilige Jeruzalem, dat neerdaalde uit de hemel bij God vandaan. En dan vers 22. In die stad zag ik geen tempel, want de Heere, de Almachtige God, is haar tempel en het Lam. En de stad heeft de zon en de maan niet nodig om haar te beschijnen, want de heerlijkheid van God verlicht haar. En het Lam is haar lamp. En de naties die zalig worden, zullen in haar licht wandelen. En de koningen van de aarde brengen hun heerlijkheid en eer erin. En haar poorten zullen overdag nooit gesloten worden, want daar zal geen nacht zijn. En ze zullen de heerlijkheid en de eer van de naties daarin brengen. Al wat onrein is, zal er niet inkomen. En ook niemand die zich bezighoudt met gruwelen en leugens, maar alleen zij die geschreven zijn in het boek van het leven van het Lam. Heerlijke toekomst wacht voor iedereen die geschreven staat in het boek van het Lam. En ik zie het jou denken, maar hoe weet ik nou of ik geschreven ben in het boek van het Lam? Nou, daar gaat de rest van Openbaring onder andere over. Onder andere Openbaring 1 vers 5. Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de vorst van de koningen der aarde. Hem die ons heeft lief gehad en ons van onze zonden gewassen heeft in zijn bloed. Hoe weet ik of ik geschreven sta in het bloed van het Lam, in het boek van het Lam? Even een paar letters anders. Omdat je gewassen bent met het bloed van het Lam. Die eeuwige toekomst is alleen voor diegenen die geschreven staan in het boek van het Lam. En zij die geschreven zijn, worden gekenmerkt door één ding. Ze ruiken naar bloed. Omdat ze daarmee gewassen zijn. Omdat zij ook onrein waren. Ook vol zonde. Zij hadden totaal geen toekomstperspectief. Maar ze hebben het dankzij het bloed van het Lam. Als jij gelooft in Jezus, omdat je net in die gesprekjes aangaf, ja, ik twijfel nog wel vaak en ik ben niet altijd zeker ervan, maar toch, ik wil mijn hoop en vertrouwen alleen op de Heer Jezus stellen. Ik wil zijn woorden geloven. Nu, gisteren en morgen, ja, voor eeuwig. Als dat zo is, in jouw leven, dankzij Hem, dan zijn je zonden gewassen. In zijn bloed, dan staat jouw naam geschreven in zijn boek en deel jij deze toekomst. Dan zie ik met jou een poort wijd openstaan. En dan gaat die hemelpoort open. En daar gaan we nu van zingen. En dat tweede lied is een andere tekst op een hele bekende melodie. Dat ga je wel ontdekken. Kom maar staan. Thank you.
afsluiten met gebed. En dat volgende lied wat we als slotlied zingen, soort van. Dan, daar kun je ook bij staan, dus dat is dan niet erg. Dank dat jullie er waren. Het is goed voor jezelf. Maar moet je eens even naar links en naar rechts kijken. Het was ook heel erg goed dat je voor diegene links en rechts er was vanavond. Dat is echt zo. Het is namelijk superleuk om in je eentje te zingen. Moet je vooral doen als je onder de douche staat. Het is superleuk om met z'n tienen te zingen in een huiskamer. Maar het is nog veel leuker om met 100 man of nog veel meer te zingen. Dat is bemoedigend. Bemoedigend voor jezelf, terwijl je aan het zingen bent. Maar ook ontzettend bemoedigend om het samen te doen. Dus je was hier niet alleen voor jezelf. Je was hier voor je buurman en voor je buurvrouw. En ook als dank aan je schepper en ik hoop om Christus wil je redder. Goed, laten we hem danken. En trouwens, Tobias, ik vergeet je bijna. Zou je vast niet erg gevonden hebben, maar ik wil je wel noemen. Dank dat je er was, dat je je getuigenis deelde. En zegen. We gaan voor je bidden en voor jullie allemaal. Laten we eindigen. Machtige redder, grote verlosser, heerlijk is uw naam. Wat bent u oneindig groots, wat bent u trouw, wat bent u liefdevol, wat bent u rechtvaardig, wat bent u barmhartig en genadig, vol van goedheid, vol van heiligheid, vol van, ja, we vinden geen woorden voor wie u bent. We danken u, Heere God, dat we vanavond in vrijheid samen mochten komen. Heerlijk mochten zingen, luisteren naar uw woorden, luisteren naar getuigenissen van elkaar en van Tobias. Luisteren naar u. U heeft ons geluid gehoord, ons geroep gehoord, misschien wel het geroepen van ons hart, terwijl we zongen, of terwijl we luisterden. Omdat het over dingen ging die we in het verleden wel hebben gekend, maar die we in het heden zijn kwijtgeraakt. Of dingen die we eigenlijk nog nooit echt hebben ontdekt in ons leven. De innige verbinding met u. O Vader, dankzij uw Zoon. En dankzij het werk van de Geest. Heer, we bidden voor elkaar en met elkaar om een zegen voor onze buurman, buurvrouw links en onze buurman of buurvrouw rechts. We hebben samen gezongen vanavond. En hoe later de avond werd, hoe harder we zongen. Maar de inhoud van het lied bleef hetzelfde. Leven van genade dankzij het bloed van Christus. Het leven is kort. Het leven is kwetsbaar, maar God is getrouw en zijn plannen falen nooit. Heren, we bidden om die zegen dat we allemaal, niemand van ons uitgesloten, iedere vrijwilliger, iedere bezoeker, zijn of haar hart en leven al heeft overgegeven en dat dag aan dag blijft doen, of dat vanaf vanavond doet. Omdat we deze week hebben ontdekt, het leven is kort. Maar God is getrouw. Heren, wilt u met ons meegaan als we zometeen of op een later moment vanavond van hier vertrekken? Bewaart u ons op de weg. Geef ons een veilige thuiskomst, een heerlijke nachtrust. Dat als ons hoofd ons, als we ons hoofd te rusten leggen op ons kussen, dat daarmee lichamelijk weergegeven wordt hoe ons hart is. Namelijk dat we rusten aan de boezem van uw lieve Zoon, Vader, Heer Jezus Christus. Ik wil bijzonder bidden voor Tobias. Heerlijk, een getuigenis van genade in gebrokenheid. Heer, het leven zal met ups en downs gaan. Op bergen en in dalen. Laat hem zingen. Heer, laat Tobias zingen. Overal is God. Heer, we bidden u voor morgen, overmorgen. Als we elkaar niet in deze hoedanigheid hebben en ons eigen leventje misschien moeten rooien in een familie of in een vriendenkring waar het soms lastig is, maandag misschien, onder collega's of studenten, wilt u dan in het bijzonder laten zien dat u een God van dichtbij bent. Voor ons, in ons leventje en voor al die mensen waar we vandaag aan hebben gedacht. Vanwege pijn, lijden, diep verdriet, grote vragen. Misschien ook wel die twijfels die voorbij kwamen in de gesprekjes die we met elkaar hadden. Heer, u hebt toch meegeluisterd? Zegen ons. Om Jezus wil. Amen. De Heer is overal. Ik noem het in het gebed al. Op bergen en in dalen, overal is God. Maar hij is ook in de hemel en daar zingen we van. Ik dank jullie voor jullie komst. Als je nog niet uitgezongen bent, moet je blijven staan, want zometeen neemt Tom een plekje over. Als je wel een beetje uitgezongen bent, ik denk dat er nog wel wat drinken is. En anders buiten een beetje bijkletsen mag ook.
Maar eerst dat laatste lied uit volle borst zingen. Teleurgestelde gezichten toen... Oh, ik begin niet staan. Ik zag heel veel teleurgestelde gezichten toen jullie dat boogje niet maakten. Ik hoorde de zaal meegaan en leggen de microfoon weg. We gaan nog een aantal liederen zingen. Ik heb er 4 uitgekozen uit die jullie hebben opgegeven. En Marcel zei het net al dat er ook mensen hier uit de zaal bij de dienst zijn geweest van Rodé. En... blijkbaar had ze een lievelingspsalm. En daar wil ik mee beginnen. Psalm 69, vers 14. En aansluitend zingen we... Zie hoe Jezus leidt voor mij. En er werd zelfs een verzoek gedaan... om een dwarsfluit intermezzo... hoe het ook ingevuld gaat worden. Gaat het lukken? Ja, ik hoor ja. Dus diegene zal heel blij zijn. Dat gaan we doen. En mocht je tussendoor denken van... ik heb er genoeg van... kan ik me u natuurlijk... helemaal niet voorstellen, maar dan nodig je over een maand gewoon weer uit als je stem het weer doet. Dat is 26 mei, hier ook weer in deze kerk. De 26 mei nodig jullie ook weer van harte uit.